De praktijkplek is eigenlijk heel wisselend. We willen zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen die social work wil gaan studeren. Dus in het eerste jaar verwachten wij een vrijwilligersplaats, maar iets wat met social work te maken heeft. Dus denk aan welzijnszorginstellingen. Wij als docenten coachen daar ook bij, denken daarin mee. Kan je mee sparren, past dat binnen de opleiding? En dat bouwt zich eigenlijk langzaam uit. Dus in het tweede jaar wordt er al wat meer van je verwacht. En in het derde jaar nog meer uren verwacht in de praktijk, zodat je ook de kans krijgt om die praktijkplek te vinden en je daarin te ontwikkelen. Daarin zit natuurlijk ook een niveauverschil. Dus je begint eigenlijk op een niveau 4 praktijkplaats. En we willen wel dat je doorgroeit naar een bachelorniveau praktijkplaats. Nou, er zit natuurlijk ook een belangrijke rol voor de praktijkbegeleider. Want de praktijkbegeleider binnen jouw praktijk is er in de eerste instantie als eerste aanspreekpunt. Die met jou mee kan denken, die vertaalslag kan maken naar de praktijk. Als het gaat om de kennis en de theorie die je bij leeruitkomsten krijgt. Maar daarnaast ook om jou te coachen, om jou uit te dagen en je feedback te geven op je ontwikkelproces.